Ja, ik heb een beetje een probleem hier. Wel, ik zal het uitleggen. Ik probeer het nou in Nederlands te zeggen, want juist iedereen Engels sprak. Maar in ieder geval, mijn problemen zijn mij aan het capsijzen. Capsijzen, ja, iedereen kent dat woord. Capsijzen, het schip is aan het zinken. We zijn emmers met water aan het scheppen. Proberen we overboord te gooien. En ja, dan zinken. De bewindvoering heb mijn boot lek geschoten. De grote beek dus ook. 22 jaar behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is absurd. Ja, mijn uitleg, duidelijk uitleg. Ik heb wel vermoedens wat er allemaal aan de gaande is geweest daar in die grote beek. Maar ik ben er eerlijk over, ik kan het rustig zeggen hoor. Als ik daar duidelijkheid over heb, kan ik maar actie beter actie ondernemen om dat recht te, ja, rechtzetten eigenlijk, ja, rechtzetten, ja. Dan kan ik zeggen, dat was helemaal verkeerd gedacht, misschien ook niet, maar ze willen me niet eerlijk, denk ik, of ik. Dat probleem, 22 jaar in die psychiatrie. En dan de bewindvoering, ook nog eens, die heb ik daar doorbij gekregen, die bewindvoering. Dat is net niet wat ik nodig heb, weet je. Iemand zit van mijn geld te stelen, ook nog eens. Zou de dief zo eerlijk willen zijn, mij mijn geld terug te geven, alsjeblieft. Ook die dief heeft mijn schip lek geschoten. We zijn aan het zinken. Hopelijk spoedige herstel. We zijn met emmers water aan het scheppen, dus het gaat nog. Maar we kunnen ook helemaal doordraaien en zeggen van, we zien het niet meer zitten. Zeg ook, want ik praat met mezelf tegen God. Ik heb de stem van God, heb mij gesproken. En inderdaad, hij heeft gelijk, ze zijn van mijn geld aan het stelen. Meneer God heeft me toen drie woorden achtervoor laten lezen. Ik denk de bedoeling die lui duidelijk te maken. Wat ze aan het doen zijn is illegaal en het maakt mij kapot. Ik ga eraan als het. Dat is toch kut, zeg. Mensen die proberen te helpen dan, dat is toch wel uit hulp geweest. Maar het is niet gelukt eigenlijk, hoor. Het werkte niet als hulp, het werkte juist tegenovergesteld, zeg ik iedere keer. Ik ben eigenlijk nuchter aan het roken met een jointje. Even mijn eigen nuchter roken, want dan kan ik weer beter praten. Heb ik zin in te praten, alles. Ik heb soms helemaal geen zin om te praten. Dan zit ik hier voor het raam, buiten kijken. Ik zit vaak voor het raam, ja, maar ik ben niet de enige gelukkig, ja. Ik heb al mijn vrienden de deur uitgezet. Ik heb jullie niet nodig, die zijn weg. Nieuwe vrienden. Ik heb geen vrienden meer nodig, maar kijk, want ze met wel terug, als we mijn geld kunnen terugtoveren, zeg maar zeggen. Ik weet niet, ja, toveren, ja. Dit moet op een hele vreemde manier gebeuren. Mijn geld terugtoveren, ja. Ja, hoe wil je dat doen? Hoe weet ik wie dat is? Dus hun kunnen, ja, ik kan misschien zelfs degene die aan het stelen zijn, want ik bied hun dus 50% voor niks voor wat ze aan het stelen en die andere 5% voor mij. Ja, tuurlijk, dat mag ze hebben. Nee, nou, dat zou ik niet eens een vrouw doen. Dus ik heb al die jaren op school, ik heb denk ik wel tienduizenden boeken gelezen, tienduizenden. Ik weet denk ik bijna alles. Ja.
Het moet niet voor niks zijn geweest, weet je. Dus ik schrijf een boek, bestseller. Ik zie niks van het geld. Terwijl al die boekenwinkels, iedereen praat over mijn boek. Overal reclame op internet van mijn boek. Dan had hij mijn boek geschrapt, omdat hij vond dat ik te grof was in mijn bewoordingen. Bewoordingen, gewoon een beetje misplaatste bewoordingen, ja inderdaad. Dat had ik moeten laten. Nou, had hij het geschrapt, maar ik weet niet wie. Ik heb wel foto's, twee foto's. Maar die zullen wel zo slim zijn, dat hun er de andere foto's van hebben gemaakt natuurlijk. Want een oplichter kan je niet vertrouwen, die is altijd vaak één stap voor mij als ik plannen moet. Ik vermoed, of trouwens ik weet bijna zeker, dat ze een goede bedoeling hebben. Dus ja, dan zijn het toch geen oplichters. Iets 50% mogen hebben, ik 50%, die andere 50%. En dan hebben we alles op rijtje. Dan los ik mijn problemen op. Ja, dan kan ik het oplossen. Dan gaan we weer aan bakboord, of hoe heet dat, stuurboord. En dan gaan we weer de zee in. De wereld in, bedoel ik. Ja. Ik ontdek je over het water. Denk goed idee. Goed idee, ja. Ik denk als je daar in de zee ligt. Ja, alles is oké. Ja. Dat zat ik te denken. Ik heb ooit van iemand gehoord. Die ging op bootreis. Maar die kwam nooit meer terug. Altijd bijgebleven. Nooit meer iets van gehoord. Ja, ik weet ook niet. Dingen gebeuren. Ja, dan verdwijn je in één keer, hij komt niet meer terug. Nee. Dat wou ik ooit, ik denk, ik ga op vakantie en kom nooit meer terug. Eigenlijk heb ik het plan wel eens gehad, ja. Ja, vakantie en nooit meer terugkomen. Misschien het beste. Ja, dat kan ook niet. Ik kan bewijzen dat ik vrij de Mexicaan ben. Ja. Dat kan ook. Ja, ik wil mijn probleem zijn opgelost. Ik heb wat ik heb. Maar heb ik een wonder der natuur gevonden. Wonder der natuur, ja. Zo een mooie heb ik nog nooit gezien. Maar ja, die moet ik dan dus zien te vinden. Jongen, ik weet het al. Ja, oké, ja. Wonder der natuur, maar heb ik. Ze begint te praten, dan moet ik terugpraten, wacht, dan moet ik wat schrijven. Ja, het is wonderlijk, jongens. Spreken. Ja. Ook Elise ook. Ja, dat is ook mijn vriendin. Ik heb toen twee vriendinnen in één keer. Ja. Ja. Ja, dat kan wel leuk worden dan. Dat probleem is opgelost. Ja, daar ben ik blij om. Als we nog een ander probleem oplossen. Kijk, een mens is nogal breek je af met problemen. Hoe meer problemen iemand heeft, ja, het dwingt hem tot zelfmoord dan. Hè. Moet je hem geen problemen geven? Juist, dat doet die bewindvoerder. Ah, oké. Okay. Heb ik dan opgenomen nu? Een bewindvoerder? Ja, kijk. Als je die weet te vinden en je kan hem overtuigen dat hij mij daar heeft gezien, is de een helft voor ja, degene die dat kan regelen voor mij. Ja, die bewindvoering had het zijn, ik had het al ongeveer, wat had ik nog aan met die? Kut, zo, dan zit ik met concentratie weer allemaal te verpesten. Dan ben ik weer aan de helft kwijt. Wacht, zal ik even nadenken. Ja, de bewindvoering. Blijkt nou dat hij schuldig is aan zelfmoord. Ja, mij dood. Ja. Dat zie je wel. Dat probeer ik meerdere keer uit te leggen, maar nou, in de ene keer doe ik, zeg ik in de ene keer. Ja, gelukkig heb ik het opgenomen. Oké, bewindvoerder kan ik nu overtuigen, ja. Ja, gelukkig. Het is me gelukt. Ach, het gaat zo simpel soms. Oh, ik zal nou maar gaan, dat ik dadelijk...